Oh ja. Ja, het is hier op het moment behoorlijk. Nou, er was een bestaande hondenspeelplaats was hier en die was tijdelijk en er zat ontzettend veel, het hekwerk was niet vertrouwd en daardoor kregen we te horen dat, dat de woningstichting zou bouwen. Toen was er een bijeenkomst bij Bolletje, zijn we met een groepje bewoners naartoe gegaan en toen was daar helemaal betreft honden niks meegenomen. Dus later horen we dat het allemaal uitgesteld is. Gesprek met de gemeente, beter wonen. En nu is dit nog steeds tijdelijk, maar het wordt wel gelukkig opgeknapt. Zoek, Abby. Zoek. We hebben vorig jaar in de motiemarkt met een hele groep bewoners hebben we een motie ingediend. En die is toen door de raad aangenomen. Ja, en dan moeten ze er wel wat mee. Oh ja. Ja, het is hier op het moment behoorlijk schoon, hè? Ja, het is heel hoog. Ja, ja. Ik heb er wel voor de stof aan het recht op het vuur. Blij. Straks. Moet je kijken wat ze doet. Ja. Nog een keer. Nou, dat doet niet meer. Ja. Nog een. Nou, daar komt hij. Ja, pak hem. Nou, dat moet zelf wel in. Ja. Nou, ik vind eigenlijk dat iedere wijk zo'n hondenspeelplaats moet hebben. Waar de honden los kunnen lopen. En, maar het is niet alleen voor de honden leuk, maar ook voor de bewoners. Ik bedoel, het is ook sociaal voor de bewoners die een praatje kunnen maken.